normaal zet ik dat de avond tevoren klaar. Pallet, gezellig met was gedraaid en was klaargezet en was opgehangen. Het is vandaag zoete inval. Maar die heeft het alweer voor elkaar. Die gaat niet. Ik was het al bijna helemaal vergeten. Nu, poging 752 of zo. Het is maandag. En de eerste dag dat we weer naar school gaan. Ze is gaan het aankleden. Ik ben even haar pauzehapje aan het maken. En normaal zet ik dat de avond ervoor klaar. Als ze een appeltje wil. Ja, schat! Bennet, gezellig met Sarah, met Mila en de moeder naar school gelopen. Hadden we ook al afgesproken. Want de moeder van Mila die is hoogzwanger en met verlof. Dus ik heb Mila de ochtenden nu niet meer. En die is voorlopig nog heel lang met verlof. Ook door schoolvakanties en alles. En daarna wordt Mila ouder. Dus ja, dus de kans dat oppassen gewoon helemaal voorbij is voor nu. Maar we hadden zoiets van dan kunnen we wel even gezellig samen lopen. Dus dat was voor die meiden heel erg gezellig. En dan konden wij natuurlijk ook kletsen. En nu heb ik thee gezet. En het is raar. Ik heb 2 weken natuurlijk gewoon mijn thee 's ochtends kunnen drinken. Maar nu moest ik eerst naar school. Ga ik even snel wat dingetjes in huis doen. Het is een van de weinige dagen dat ik daar tijd voor heb. Want morgen en overmorgen ben ik sowieso ook echt heel erg veel weg. Ja, dadelijk weer naar school. Ik heb allemaal wasjes. In ieder geval een was gedraaid en was klaargezet. En was opgehangen, was gestreken. Allemaal dat soort dingen. Ik heb mijn fornuis even helemaal schoongemaakt. Voor onderdelen zitten ook in de vaatwasser. Ik heb nu brood voor die meiden eruit gehaald. Want de tijd vliegt. En ik mag eigenlijk over een paar minuten alweer naar school om ze op te gaan halen. Mila die heeft vanmiddag een afspraak. Dus ze gaat niet naar school. Maar ze luncht wel hier. Dan gaat zij naar huis. En dan breng ik ze weer naar school. En dan hebben ze toch nog even een lunch gezellig samen. De dametjes zijn weer onderweg naar huis. Wat heb je? Hij is leuk. Ja, Mila heeft hem in de tas. Laten we eens goed zien. Het is echt wel een leuk tractatie-idee. Gewoon een zak. Ze heeft de ketchup en mayo al op. Oh, die zat erbij? Ja. Leuk. Oh, jij kan het wel laten zien. Ik heb het ene keer gemaakt en het andere. Oh, leuk. Ketchup en mayo. Ja, heel leuk gedaan. Het is vandaag zoete inval. En voordat ik de kans krijg om mijn camera te pakken, is het volgende alweer. Ik kom thuis. Ik wilde thee gaan zetten. Er stond Masha voor de deur. Toen was ik heel veel met Masha aan het kletsen. Toen kwam Ser toevallig aan. En want dan komt zij te werken en heeft ze heel even over. Dus dan doet ze van die bliksembezoekjes. Maar dat heb ik al vaker verteld. Dus die kwam aan. Nou, die ging toen weer weg. Of nee, toen ging Masha weg, want die moest naar school. Nou, toen stond nog heel even met Ser bij de deur. Want die moest ook bijna weg. Maar die had nog 5 minuten. Want we liepen al met Masha mee, omdat Ser ook weg moest. Nou, en toen waren we hier. Maar echt. Ja, dat was wel even gezellig. En dan is er toch wel aardig wat tijd voorbij. Hè? Want ik heb nog maar 3 kwartier. Dus ik ga even snel wat dingetjes nog opruimen. Ze heeft haar school opgehaald. Maar die heeft het alweer voor elkaar. Die gaat nu bij een vriendje daar buiten spelen. En dat is van een van de mama's. En dus ik ga haar nu daarin brengen. Dan gaat ze er spelen. Dan ga ik naar huis. En dan haal ik haar zo weer op. Ik ben thuis van het spelen. En... de kleine smurf is weer mee. Kissies. Ik denk dat zie ik. Nou zie ik mezelf. Ja. Dat is leuk. Mijn broer staat buiten. Ja, dacht je dat je jezelf zag? Ja. Hij ligt op bed. En ik ben nu alleen, dus ik ga gelijk even kijken of ik helemaal bij kan editen. Dan heb ik dat gelijk gedaan. En dan heb ik de rest van de avond rust. Dat heb ik het gisteren volgens mij ook al verteld. Maar ik weet niet, ik film de afgelopen dagen een beetje te weinig. En dat merk ik eigenlijk met editen vooral. Maar ja, als je elke keer dingen doet die een beetje hetzelfde zijn. En doe gewoon niet heel veel projecten deze dagen. Maar misschien heb ik daar nog wel visite. Dus als ik dan niet vergeet, ga ik wel filmen. Was het al bijna helemaal vergeten. Ik kwam onhandig binnen. Maar ik heb nog een deel van mijn bestemming binnengekregen. Link doet het elke keer binnen. Ik
hoop alleen dat dit heel is gebleven. Want dit is dus wel breekbaar. Heel goed voor deze bestelling, maar ik zal het even zo laten zien. Ik heb ook deze vaas besteld. Ik vind hem wel heel mooi. Maar ook deze doe ik weer in de doos totdat de tafel er is. Ik weet nog steeds niet wanneer die precies komt. Ik ben aan het afwachten. Ik heb nog steeds geen precieze datum. Ik kan niet wachten. Maar alles gaat in de dozen totdat het allemaal binnen is. Dus dan kan ik dus echt definitief gaan kijken of ik het allemaal mooi bij elkaar vind staan. Nu poging 752 of zo om een keer echt weer bij te komen. Dus dat ga ik nu maar even proberen. En ik vind het spannend, want elke keer gaat de stomme laptop updaten. Ik ben klaar met editen. Ik heb alles opgeruimd. En ik ga op tijd naar bed toe. Dus trots momentje op mezelf. Het licht er nog uit. Ik wil je nog wel even snel bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ik heb haar mond. Wauw. En als je niet geabonneerd bent, klik dan onder even hier op abonneren. Rare zin. Gaat goed, deze afsluiting. Maar ik zie je graag morgen weer. Doei doei.